3 jaar geleden ontstond bij Sam Huiskens het plan om een basketbalveld aan de Maasboulevard in Schiedam te realiseren. Samen met vrijwilligers Mieke en Mouten van Stichting JNS zette hij dit idee in gang. Mieke raakte geïnspireerd door het nationale basketbalteam tijdens de Olympische Spelen, waar basketballer Wortje de Jong met een legendarische worp in de laatste minuut goud wist te veroveren voor het Nederlandse basketbalteam. Op de Olympische Spelen werd basketbal gespeeld op een 3-tegen-3 veld, wat Mieke op het idee bracht om een vergelijkbaar plan aan Sam voor te leggen. Nou, eerst wilde ik gewoon een normale, maar Mieke schreef mij de 3x3 court voor. En ik vond het eigenlijk best wel een leuk idee, omdat het ook nieuw is en in de Olympische Spelen zit. Dus eigenlijk om die reden. En het was ook lang geleden dat ik het met de aanvraag kwam. Maar ik vind het nog steeds een heel leuk idee. Ja, want we staan hier tussen een voetbalveld en er verder park. Is er een beetje zicht op ook voor de buurt wat hier gaat gebeuren? Ja, want je hebt hier 3 flats aan de achterkant en die kijken erop. En het leuke ervan is dat we eigenlijk alleen maar positieve reacties hebben gehad. Er is zelfs iemand die kwam en die zei van joh, wij vinden het zo leuk. En wij gaan ook een ploeg samenstellen, want wij willen ook gaan basketballen. En dat zijn niet echt jonge mensen meer, maar die hadden zoiets van ja, perfect. Dus hartstikke leuk. Ja. Om het basketbalveldje mogelijk te maken, moest er flink wat geld ingezameld worden. We hebben meegedaan aan een aantal prijzen. Bijvoorbeeld Appeltjes van Oranje, de Annemarie van der Lindenprijs. Maar we hebben ook fondsen aangeschreven, zoals Schiedam-Vlaardingenfonds. En het fonds Phoenix, die vond het zo'n prachtig project, die heeft ook een fors bedrag gestort. Dus ja, dat is heel mooi. Ja, de laatste hoorde was nog €10.000 om de grond goed te krijgen. Daar heeft de gemeente bij ingesprongen. Klopt. We zouden eigenlijk via de wijkbudgetten gaan aanvragen. Maar de gemeente had in eerste instantie gezegd van ja, we hebben geen geld. Maar uiteindelijk zijn ze wel bijgedraaid, omdat we natuurlijk zelf al zoveel hadden bij elkaar gesprokkeld. Dus de gemeente gaat in ieder geval de ondergrond betalen voor wie de Irado aan gaat leggen. Dus dat is hartstikke fijn. Ja, ja, nu is het gelukt. Hoor je daar goede reacties op? Eerst heel goed, daarna wat minder omdat het allemaal lang duurde en dat het allemaal wat moeilijker ging. Maar nu iedereen weer weet dat het gewoon op het rechte pad staat, vindt iedereen het leuk en iedereen is van harte welkom. Ja, ja, wanneer hoop je dat het er is? Ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk. Ik hoop sowieso voor de zomer. Als dat lukt ben ik sowieso blij. We moeten nog even in contact met iemand van beheer van de gemeente. Zodat we kunnen overleggen. Want de gemeente gaat opdracht geven aan Irado om de ondergrond klaar te maken. En dan kunnen we daarna het bedrijf wat het koord gaat leggen inschakelen. Dus ja, we zitten met de feestdagen. Dus het kan zomaar zijn dat het even wat langer duurt. Maar hopelijk eind januari, begin februari. Ja, ja. Ja. Nou Sam, nog een paar maandjes. Dat is het zover. En dan moet jij je eerste potje spelen met... Toch?